Ik praat met Rijkman Groening. hij is de oud-bestuursvoorzitter van ABN Amro. En uh, tegenwoordig doet hij natuurlijk heel veel dingen. Want hij zei net dat hij van wandelen houdt en ook van sporten. Iets minder van voetbal, maar wel van tennis bijvoorbeeld. Andere sporten ook. Jagen ook natuurlijk nog steeds, neem ik to aan. Doe ook nog steeds, heel weinig, maar nog steeds. Bijna iedereen die ik hier in de uitzending heb gehad, en dat is op een gegeven moment zeer opmerkelijk, had gelezen het boek De Prooi. En dat waren mensen, yeah. ik kan zeggen, uh, de cultureel-financiële elite van Nederland. Vaak hebben bijna een het boek gelezen, alsof het een tv-programma is. Hebt u het boek zelf gelezen? Uh, ja. Dat heb ik gedaan, natuurlijk. Meteen gelezen of even gewacht? Nee, ik wat meteen heb ik het gelezen. En met, met gekromde teen of gedacht van... nou, het valt wel mee, kom mm. u het ook aan? Nou, ik, de, 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 de prooi is, een, is, is het, de verantwoordelijkheid van uh, Jeroen Smit. Het is zijn ja. boek. Uh, hij heeft uh, heel veel mensen geïnterviewd. Overigens natuurlijk in, het, in de tijd dat er ongelooflijk veel emoties was... over het verdwijnen van, uh, van ABN AMO. En je nou niet kan spraken van een rustig, wel overwogen... Uh, gedachtenvorming en beeldvorming uh, bij alle betrokkenen. Uh, de emoties het, waren hoog, het was echt toen in die dat, tijd, Rijkman rijk, het... rijk rijk Groenink is een graaier, dat ging door het land. Dat heeft u zelf ook, neem ik aan, voortdurend ervaren. Als we u in uw gezicht zagen, zeggen ze het niet waarschijnlijk, maar u zag het overal staan. Nou, het stond wel vaak in de krant, ja. Uh, de, Jeroen Smit, zoals ik zei, heeft het, roman, heeft het met mijn zin een roman geschreven. Uh, het is geen historisch uh, verantwoord uh, standaardwerk, ook al hebben sommigen. Hij uh, probeert het die, uh, dat, uh, dat op te plakken. Het is, mijn zin is een roman. Het is zijn waarheid. Het is mijn waarheid niet. Hij heeft met 133 uh, mensen gesproken. Maar u zegt onder die omstandigheden. En er staan yeah. wel degelijk dus ook fouten in. Nou, er staan, er, 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 ja, het boek staat natuurlijk vol met feitelijke onjuistheden. Er, maar dat, er, dat zijn er zoveel dat het niet meer de moeite was om er nog wat aan te veranderen. Heeft u ze allemaal zitten aanstrepen, al die fouten? <laughs> nee. nee, nee ik er dit Maar het keer. zijn er veel. Maar zou u één. Kijk, het, het, gaat, het wordt namelijk een karakter geschetst. En het moeilijk is als je een boek leest. Zullen al die mensen ja. ook denken die lezen. Ja, een karakter. Dat is gewoon, ja, dat, dat, dat baseer je op basis van gesprekken. Yeah. Maar het is wel hard hè. Een man die yeah. over lijken gaat, en dat komt uiteindelijk naar voren. U zegt, er zijn belangrijke fouten in. Er staat ook een, een belangrijk stuk in over zonsverduiging, bijvoorbeeld, denk ik. Uh, oh, is dat, dat verhaal waar? Het verhaal van de zon. Ja, dat, de, de, dat was uh, een, de verzoeningsbijeenkomst. Een lunch met uh, Lippens uh, uh, op, uh, bij Fortis in Utrecht. Ja. Uh, waar uh, Jan Kalf, die was toen nog voorzitter. Uh, ik was beoogd voorzitter. Waar we op bezoek zouden gaan om, uh, om uh, zeg maar de verzoening uh, tot stand te brengen. Want we konden natuurlijk geen vijanden blijven. Zij, zij, zij waren erin geslaagd om de uh, generale Bank over te nemen, wij niet. En dan beschrijft dus uh, uh, Smit hoe dat, uh, die ontvangst is. Het is een zonsverduistering. Ja. Alle gasten krijgen een brilletje uitgereikt om het te bekijken. En dan uh, schrijft hij. Ja, het meest opvallende was het af, de afwezigheid van Groening. Want hij schrijft in dat, ja. in dat verhaal dat. Uh, Jiskot-Kalf vergezelde. Dus en dan aan, aan het hier. eind zegt hij, vraagt, staat hij nog te vragen aan Lippens. Zegt hij, van, vond u het niet raar dat Groenink er niet was? En dan zegt hij, ja, ach, uh, zo zit die man kennelijk in elkaar. Nou, zo ongeveer is dat. En dat is natuurlijk een hele... hele ja, toch een negatieve beschrijving van mijzelf. Waarom, waarom ben ik daar niet? Ik was toch een van de belangrijke ja. uh, spelers in dat ja. ding. Waarom was ik er niet? En dat is gewoon niet onjuist. Jiskot was er niet. Ik was er. Dus dat, dat, er dus. ontstaat een beeld van mij terwijl dat niet ja, correct is. Nou ja, zo zijn er wel meer voorbeelden. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Maar nee, u heeft ze geteld. Het niet. geteld maar nee. Zijn het duizend? Zijn het de twintig? Nee, zijn het hoor, de tien? Ik, er staat op, 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 op elke paar bladzijden staat iets wat feitelijk onjuist is. Maar en, dat heeft niet alleen op mijn betrekking, maar ook op gebeurtenissen, op feiten van de bank hetzelfde. Dan zou je kunnen denken, en je, je kunt er naar twee dingen kiezen. En nu zult neem ik aan ook met adviseurs over praten, zelf over nadenken. Ga je dan zelf een boek schrijven om om alles op een rijtje te zetten en dat ooit nog eens uit te brengen over een aantal jaar? Of denkt u ik laat dit rusten? Dit is zinloos. Ja. Net zoals ik het nu in dit uh, gesprek uh, wil laten rusten, uh, wil ik dus inderdaad niet. Uh, ik, ik heb geen behoefte aan om uh, weerwoord te schrijven. Ik heb geen behoefte aan om, om, om van repliek te dienen. Uh, dat, dient, uh, dat dient geen enkel doel. Uh, ik ga geen boek schrijven. Ik ga geen interviews geven over het verleden van HBRO.